U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolken over Nederland, tussen de wolken door brede opklaringen. betekent dat we een mengelmoesje hebben van zon en een paar buien. In het binnenland zijn de buien wat minder actief, zeker in het oosten. Langs de kust uiteindelijk ook weer, want die neerslagzone trekt geleidelijk aan verder oostwaarts. En vanmiddag worden de buienlanden inwaarts juist feller, met in het oosten nog kans op onweer of hagel. Temperatuur tussen de 13 en 16 graden, een matige tot vrij krachtige wind uit een westelijke richting vanavond verandert er wat wind betreft niet zo heel veel misschien dat het wat meer noordwest wordt de laatste buien trekken via het oosten weg het klaart breed uit op en het blijft op de meeste plaatsen uiteindelijk wel droog, 12 graden. Morgen dan lokaal misschien nog een bui in het oosten, maar verder blijft het droog. In het westen schijnt de zon uitbundig. 15 tot 17 graden wordt het dan op een enkele plek al 18. En misschien dat het vrijdag hier en daar zelfs wel 20 graden wordt, met name in het oosten. Een rustige dag met zonnige perioden, ook wat wolkenvelden en het blijft droog. Zaterdag is de buienkans klein, maar niet nul. Zondag is het wel weer meest droog en dan hebben we temperaturen van zo'n 15 graden in het binnenland. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.